De Museumnacht is dit jaar is de 11e editie. En het is een nacht waarbij de musea in Leiden de deuren 's nachts openen. En er voornamelijk heel veel workshops, lezingen, dansvoorstellingen, theater en ook veel eten is. En ja, elk museum heeft een heel programma. En je kan eigenlijk zelf je hele programma samenstellen voor de hele avond. Begin om 8 uur de programma's. En einde van de avond zijn er ook al op de Beestenmarkt is er dan bijvoorbeeld al een opening. Het gaat door tot 1 uur. En daarna kan je ook nog de avond afsluiten met een afterparty in de Gebroeders Nobel. Zo. Dus je kan de hele avond doorgaan. Dat klinkt heel gezellig. Iris, je kan dus je eigen programma samenstellen. Maar hoe, even laten we bij het begin beginnen. Hoe ben je er nou bij gekomen als student om dit te gaan doen? Nou, ik ben zelf geboren in Leiden. Dus ik wist wel al van de Leidse Museumnacht af. En toen werd ik lid bij Quintus, onze studentenvereniging. En eigenlijk organiseert elk jaar een nieuw groepje studenten van de vereniging de Museumnacht. Dus toen kwam ik erachter dat ik dat ook zou kunnen doen. Toen dacht ik gelijk, ja, dat is echt super vet. En als je dan wat ouder wordt, wat verder in je studie, dan kan je ook die kans krijgen om dat te doen. Ja, en ik vroeg het net al even buiten de uitzending aan jullie. Het is dus niet dat je hier een hele bak studiepunten voor krijgt of vet voor betaald krijgt. Jullie doen dit gewoon vrijwillig. Ja, het is echt puur uit eigen interesse. Ja. Hey, hoe gaat dat dan? Wanneer begin je met voorbereiden? En hoe beslis je welke musea meedoen? Of mogen de musea zich aanmelden? Of hoe gaat dat? Toevallig is afgelopen week ook de commissie bijvoorbeeld voor volgend jaar bekendgemaakt. Dus als je mee wilt doen, dan kan je vaak vanaf april opgeven als je bij Quintus zit. En dan, iedereen gaat nu ook bijvoorbeeld zaterdag meelopen, aankomende commissie. Hoe de musea's meedoen, wordt eigenlijk gewoon elk jaar geïnventariseerd opnieuw. Hebben jullie weer interesse? Maar de meeste musea's zijn vaak wel dat ze eigenlijk wel van uitgaan dat ze elk jaar weer meedoen. Omdat ze het gewoon zelf ook heel leuk vinden om te doen. En voor hun weer een kans is om een musea in een ander daglicht, nachtlicht te zetten. Dus, en wat is jouw rol precies in de organisatie geweest? Ik ben programmeur van het Sieboldhuis, het Japan Museum en het Wevelshuisje. En wat doe je dan? Je gaat met je museum zitten en je gaat meestal bedenken wat je denkt, dit vind ik heb ik gemist volgend jaar of dit zou ik heel graag willen doen. En het begint eigenlijk gewoon met brainstormen van wat kunnen we doen? Hoe groot is het museum? Waar hebben we plek voor? En waar kwam je toe mee? Want jij bent vorig jaar geweest en je ging naar dat Sieboldhuis. Je denkt, Japan, leuk, maar het kan leuker. Ja. En toen? Ik heb eigenlijk heel veel dingen op YouTube bijvoorbeeld opgezocht over gekke onderwerpen. En daar ben ik een beetje in gaan kijken of ik daar bijvoorbeeld mensen van Utrecht Leiden daar verstand van hebben of sprekers. Maar wat voor gekke dingen moeten we dan aan denken? Japan is bijvoorbeeld heel erg anders in criminaliteit. Dat hebben ze bijvoorbeeld vorig jaar gedaan. Dat is bijna geen criminaliteit bijvoorbeeld. En in vergelijking met bijvoorbeeld Nederland of Amerika en dat soort dingen. Maar dit jaar is het thema goud. Dus daar zijn we een beetje op gaan kijken. En dat is natuurlijk heel goed etiketten aan te plakken. Dus we hebben een spreker, Janja van Wering bijvoorbeeld. En die gaat daar toch wel de aparte dingen van hoe dat ontstaan is en zo. Want het is toch, iedereen kent wel de Japanse etiketten, maar niemand weet er echt de diepgang van in Nederland. En we hebben ook bijvoorbeeld iets met een theeceremonie. Je kan je echt leren hoe dat bijvoorbeeld gaat en hoe dat is. Oh, dat klinkt hartstikke gezellig op de zaterdagavond. Ik kan wel een theetje gebruiken. Ja. Zeker als ik 5 kilometer hard gelopen heb, dan kan ik zeker wel een theetje gebruiken. Iris, jij bent vorig jaar natuurlijk ook geweest. Ja. Ter voorbereiding. Wat vond je nou het allerleukste? Nou, dat vind ik lastig te zeggen, omdat het jaar dat jij wordt ingestemd om het jaar daarna de museumnacht te organiseren, je eigenlijk al meeloopt met degene die die nacht georganiseerd hebben. Dus zodoende heb ik me de hele avond bezig gehouden met kaartverkoop en heb ik eigenlijk bijna niks van de nacht zelf gezien. Maar ben je dan wel zo'n ander jaar geweest? Het jaar daarvoor ben ik wel geweest. Maar wat ik toen het allerleukst vond, vind ik lastig te zeggen. Waar kijk je het meest naar uit dit jaar? Dit jaar sta ik weer de hele avond op de Beestenmarkt. Dat is superleuk. Ben je lid van Quintus? Je kan beter zaterdagavond gewoon gaan. Want de organisatie is echt verschrikkelijk. Je staat alleen maar kaartjes te verkopen. Je kan beter bij de supermarkt werken. Nee, maar zonder gekheid. Maar je hebt dus eigenlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Jawel,
Oh, nou, tuurlijk wat lijkt je dan echt leuk? Wat is nou een tip dat mensen denken, ja, zo, dat wil ik ook zien? In de Hortus staat René Oskam, dat is een bekende dichter. En die gaat een gedichtenshow geven. Dus dat lijkt mij ontzettend leuk. Als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik daar zeker naartoe gaan. Gouden regen. Ja, inderdaad, dat ook. Ja. En in Volkenkunde, die hebben nu hun laatste dagen van de Bali-tentoonstelling. Dus daar is in dat thema zijn er allemaal programma-onderdelen geprogrammeerd. Dus daar kan je een apendans leren of naar een Wayang-voorstelling kijken. Dus dat soort dingen lijkt me ook heel tof. Dat klinkt eigenlijk wel heel erg leuk. Anne, jij vertelde net al over het eten tussendoor. Is dat dan gewoon dat er ergens broodjes liggen? Of hebben jullie ook bij de musea in stijl van het museum wat eten georganiseerd? Ja, de meeste musea hebben inderdaad iets met eten. We hebben smoothies en sushi. Er zijn ook heel veel dingen met bier, bijvoorbeeld bier-yoga. Dus dan kan je en een activiteit doen en bier bier drinken. Dus dat is wel echt een goede studentenactiviteit. Ik wou zeggen, als het nou echt zo mooi weer blijft, eerst hardlopen, dan een theetje, en dan een rustig bier-yoga momentje in de Hortus. Het klinkt steeds aantrekkelijker. Dat lijkt me ook een goede tip. Maar, ik moet het toch vragen. Wat kost het? Wat kost het? Een kaartje kost €14. En dan mag je gewoon de hele avond alle musea in? Overal mag je naar binnen. En naar de afterparty. Nou, dat is geen geld. Ja. En die hapjes en die drankjes, die moet je wel apart nog kopen, neem ik aan. Verschilt. Soms zijn ze gratis. Soms zijn ze gratis. Oh, ja. Leuk. Ja, je hebt goed uitzoeken. Precies. Ja. Staat op welke site dan? www.museumnachtleiden.nl. Natuurlijk. En dat is ook de plek waar je de kaarten kan kopen? Of kan je die op de avond zelf spontaan kopen? Op de avond zelf, op de dag zelf al. De kaartverkoop gaat op de Beestenmarkt en het academiegebouw vanaf 11:30 overdag al open. Dus daar kunnen ook gewoon kaarten gekocht worden. Dus als je door Leiden loopt en denkt, hé, nou, ik wil eigenlijk gewoon gaan, dan kan je gewoon op de Beestenmarkt op en een kaartje kopen. Is het iets voor jong en oud? Ja, zeker. Zeker ook omdat deze nacht wordt georganiseerd door studenten. Kunnen wij ons ook wat meer focussen op wat studenten nou leuk vinden. Maar iedereen is welkom. Ja. Er zijn ook kindvriendelijke activiteiten. Gewoon echt voor zaterdagnacht. Ja. Voor de kinderen die dan naar het museum komen. Ja, voor de jong mogelijke kinderen zijn er ook dingen die welke ouders enthousiast zijn om kinderen mee te nemen. Nou, dat klinkt als de ideale opvang. Hartstikke leuk dus. Aanstaande zaterdag nog één keer. Hoe laat begint het? Waar kan je dan terecht? En op welke website staat alle informatie? De opening vindt plaats op de Beestenmarkt om 8:00. De kaartjes te koop op www.museumnachtleiden.nl of op de Beestenmarkt Academiegebouw. Zelfs in Museum Boerhaven en Museum Volkenkunde. Duurt tot 1:00. En het sluit nog af met de afterparty in de Gebroeders de Nobel. En daar mag je allemaal naartoe met je ene kaartje. Precies. Zeker. Hartstikke leuk. Hartstikke veel plezier. En ik hoop dat je volgend jaar gewoon een keer mee kan doen. Ik ook. Het zal wel heel leuk zijn. Hou vol, hè? Ja, dank je wel.